Goed, daar gaan we weer. We gaan eens even het ene level ownen waar we tegenaan lopen. En dat is natuurlijk dat ene level met die twee misselijke zweefunits. Ik heb natuurlijk vorig jaar eigenlijk ook al gezegd, maar ik verwacht niet anders dan dat dit hele YouTube videootje gaat over ditzelfde misselijke level. Level 17, ik bedoel level 18, want 17, Dus de is natuurlijk van, A+, want goed bezig. En bij deze gaan we gewoon, niet goed bezig. God, bedoel ik toch gelijk, hè. Instant gaat het fout. Ik zweef wel even heen en weer. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo'n goed idee. En eens even kijken. Godverdomme, een klote raket is het ook, hè. Ah, precies hetzelfde, top. Ah, top. Oeh, en in het midden. Ja, zoals ik al zei, dit gaat echt heel lang duren, want ik heb echt een bloedhekel aan die zweefunits. Ik ben aan het sturen, jongen. Jezus. Kijk. Nee, god non de ju, jongen. Hoe kan ik dan bij die miep komen dan, als ik dit aan de hand heb? Het zal toch niet gebeuren inderdaad dat ik het videootje even binnen een minuut tackle natuurlijk. Als ik zeg van, ik ga er heel... Nee, precies. Ik was ook niet ongerust over dat zou gaan gebeuren. Even zweven hier hoor. Neem de fucking haat piskanarie. Oh, dat was droog, hè? Ja, dat is droog. God, dat kan ook gelijk in laas roken. Kutspel is het ook. Ach, god. Krijg ik nooit meer voor elkaar wat we net voor elkaar hadden, natuurlijk. Dat krijg ik wel. Ah, dat kan ik. Ah, dit kan ik ook. Godver. Kutspel is het ook, hè? Waarom zit ik dit te doen? Ter wiens vermaak is dit? Niet die van mij, in ieder geval. God. Nee, zie je, dan moest ik uitwijken. Oh, god, ik word hier zo moe van, hè. Uitwijken voor die misselijke raket. En dan is het, ja, dan ga je niet meer zweven. Oei, hier. Oh, eroverheen, kan ook nog. Ik krijg het schompers. Ik zweef hier wel even. Dat heb ik niet zoveel zin, hè. Nee, dat heb ik niet zoveel zin. Godver. Pak die pissleutel dan, jongen. Vuile, rode rotkanarie. Ja, flikker maar naar beneden. Oh, en eroverheen, hè. Ah, nou krijg ik die sleutel niet eens meer te pakken. Ah, nou, ik heb hem hoor. En weer geraakt door dat ene misselijke, hetzelfde pisraketje. Ik wil alleen maar daar een beetje zweven. Het is weer verboden, hoor. Ik wacht hier wel even. Zo, ben ik die in ieder geval verboden. Oh ja, moet ik wel de sleutel pakken natuurlijk, anders werkt het niet. Godverdomme zeg. Ik zweef hier wel even, want dan heb ik hier in ieder geval meer de indruk. Krijg de tyfus, jongens. Echt. Godverdomme, dat heb ik natuurlijk ook al gehad. En dan pakt hij die sleutel niet, hè. Oh ja, natuurlijk, want dan ga je te hoog. Oh, ik ben natuurlijk weer... Oh ja, kan natuurlijk ook door die geraakt worden. Want als dat niet zou kunnen, is het natuurlijk niet grappig geweest, hè. Tyfus sadisten. En ik was er net, hè. Nou, tenminste, het hokje was open. Hoe kan het nou dat ik net hier prima swoefde, zeg maar, swaffelde? Nou, dat gaat nu ook weer goed, trouwens. Ik ga wel even aan die kant op. Godverdomme, wat een goed idee was dat, zeg. Swoefen hier, hou met je bek. Even die kant op. En dan nu naar rechts. Ah, oh, zeg. Godverdomme. Piskogel. Zweef hier ook niet. Oh, je ziet het aankomen. Je ziet het gewoon aankomen. Je denkt, nou. Niet zo hoog, jongen. Niet zo wapperen. Dat is niet goed voor je fucking gezondheid. Doe normaal.
Godverdomme, supervleesbagger. Echt. Oh, natuurlijk pak je die sleutel niet. Nou, ga dan maar dood ook. Met je rode pishoofd. Godverdomme. Nou, hier wapperen. Niet zo, niet zo. Heen en weer gaan. Dat is niet goed. Nee, jongen. Nou, ik moet natuurlijk niet, wat ik zeg, dat muurtje aan blaffelen. Nou, ga maar die precies, ja. Ik kon het prima raken. Dat scheelde niets. Ah, jongen. Oh, wat heb ik toch een haat van dit level. Echt. Mijn haat is niet met één pen te beschrijven. Nee, te beschroeven wat ik... God... Onder je. Nou, hier maar even wapperen. Nou, ga toch maar naar links wapperen. Oh, ja, daar wapperen. Het gaat allemaal weer net goed, hè? Je denkt, hè? Nee hoor, dat gaat helemaal niet net goed. Want zo is dit spel. Ga maar dood. Tyfusknarie. Precies. Kunnen we die ook gelijk meenemen? Hoppa. Hoppa, die vetste spinnen daar was nog niet rood. Dus dat hebben we gelijk even getackled. Ah, ja, nee, dit gaat echt helemaal top. Eens even kijken. Ik heb me ten doel gesteld dit level binnen 35 minuten te halen. Dus ik heb er nog 27 over. Helemaal top. Ah, ja, top. Als dat echt niet lukt, dan moet ik toch gaan inzien dat dit niet mijn spel gaat zijn, denk ik. Nou zweeft hij hier wel lekker op zich. Als er niet zometeen een of andere misselijke raket aan komt zetten natuurlijk. Ik zit zo te concentreren dat ik nu even naar rechts moet, denk ik. En dan die... Kak! Ik was zo lekker aan het zwoeven daar, hè. Aan het zweefunitten. Nee, zegt het spel. Dat was te lekker. Dat gaat niet gebeuren. Ja. Ja. Want die daar kunnen we ook nog geraakt. Ik zwoevel even terug. Ik zwoevel even niet terug. Joe. Ook al 100 keer geraakt. Haha. Moet natuurlijk geen kogels gaan zitten uitdagen hier. Dat is misschien niet zo heel goed voor mijn gezondheid, hè? Nee! Ah, oh, jongen. Wat een rukspel is dat ook, hè? God non de ju, zeg. Hoppa, flikker er maar in. Hoppa. Nee! Schlüssel. En zurück. Er is geen lekker ook ideaal zweefmoment dat je zegt, nou, ik kan hier even lekker wapperen. Helemaal niks. Hoppa. Volgens mij ontploffen die raket als mensen het doorhebben dat ik in de buurt ben. Er deugt hier iets niet. Dat is wat ik zover als ik het weet wat hier aan de hand is, hoor. Ja hoor. Daar konden we prima. Oh, de twee keer achter me door geraakt worden. Echt. Ik wapper maar even deze kant op. Hey, ik wacht hier even. Joe. Schiet op, jongen, met die sleutels. Nou, volgens mij... Oh, ik moet een beetje huilen hiervan. Oh. Nee. Is dat het? Misschien dat het trucje dat je heen en weer mot. God. Ik zou wel niet zoveel zin als ik het zo doe. Ik wacht wel even. Joe. Joe. Nee. Hey. Moedeloos. Frustraties. Haat. Pure haat ook. Oh. Oh, hij is open. Nee! Oh, fucking fietsnietsels. Echt. Ik wapper even terug, joh. Ik wapper even hier. Gaan we het nog een keer doen, want dan gaat gewoon.
Als ik niet door een of andere misselijke keugel geraakt word natuurlijk. Oké. Okay. Ik wou zeggen, nu is het moment om een beetje te gaan kijken om die kant op te wapperen. Maar dat is natuurlijk al lang weer gesloopt. Mijn prachtig idee. Mijn hoop. Mijn dromen. Tuurlijk, tuurlijk. Als je zo hoog gaat, hè? Super vleesbig. Nee, doe dat nou niet, jongen. Blijf toch gewoon even boven dat ding wapperen. Zo moeilijk is het toch niet? Nee, en dan heb je gewoon al door dat het fout gaat. En toch tegen blijven sturen, hè? Nou, kijk wat dit ons gaat brengen. Hij is op de helft, hij is op de helft, hij is op de helft. Ik zie kogels. Nou, god, je moeder. Echt. Fucking rode meesterbig. Pak die sleutel dan, jongen. Flikker maar dood met je rode bifbaggers. Ga maar dood. Oh, walgelijk. Walgelijk level dit. Ik dacht dat die andere al walgelijk was, maar dit is nog even een tandje walgelijker. Dit is... Niet eens zo heel veel meer met behendigheid te maken, maar puur geluk. Walgelijk, 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 walgelijk. Je moet er een beetje van vomeren. Dat is oud-Nederland. Godverdomme! Nou, daar zwijn ik mooi tussendoor. Nee! Ik heb zo'n tyfushaat van dat ding erboven. Alsof die andere kogels nog niet genoeg waren. Moest er daar ook nog even een van dat ding wat heen en weer blaft de hele tijd. Ook nog eens even lekker kogels leggen uitdelen. Je bedenkt het niet. Oh, jongen! Het was te vroeg ook die kant op, hè? Nee. Oh, natuurlijk pak je die sleutel niet. Ga dan maar, val dan maar in het katoen. Nou, hier wapperen. Nog een keer. Dit is wel de meest succesvolle poging tot nu toe. Nou, jongen. Echt. Oké. Meesternatie heeft dit level bedacht. Hitler zou trots zijn op de bedenker van dit level. Dat je zoiets gemeens kan bedenken. Ik ga even die kant op. Ik wapper weer te hard. Daar gaan kogels gekopt worden. Dat bedoel ik, jongen. Vleesmeester. Daar gaan we dood. Ik heb geen zin meer om je te redden. Weg. 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 Had ik al weg gezegd? Weg. 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 Ja, nog 21 minuten. Jongen, wat doe je nou? Echt. Tuurlijk, ga er overheen. Werkt beter hoor. Nog een keer. Misschien ga je gewoon even dood. Wapper hier maar even. Ja. En nou rustig die kant op. En dan. Hoppa. Gehaald. Zo doe je dat level. Dat was eenvoudig zeg. Tse, wat een kut level zeg. Welke tyfusbig heb dit bedacht. Maar. Ik heb het gehaald. Ik heb er een kwartier over gedaan of zo. Nou, dan gaan we het van ongeheim hier tegenkomen. Nou, dan komt natuurlijk die fidget spinner daar al. Joe. Nou ja. Dan mag je natuurlijk ook niet tegen dat ding zelf aan shimpen, hè. Ja, en dan gaat hij me natuurlijk vol in de bakkers nemen. Want zo is die fidget spinner. Ja, je mag niet tegen dat ding zelf. Wat heb ik nou net gezegd? Hartleerse donder. Hier, schiet. Heel goed. Hoppa, ben ik even weg. Nou, twee raketten zien we. Die moet ik even hier op zien te richten. Dat lijkt gelukt. Dan hebben we daar een knoppie. Die kunnen we daar even indrukken. Nou, en dan gaan we hier even... Ah, mooi. Is dat gesloten? Nou, dit is ook niks voor mij dit. Het zie ik gewoon nu al. Anders laat je gewoon even doodschieten door een fidget spinner. Schiet dan.
Zie vorige fucking opmerking. Doei! Hoppa, dat laatste dingetje ook even weg. Top, ga maar even dicht. Nou. Ik was zo lekker aan het timen en dan... God, ik wou net zeggen, deze heb ik nou wel een beetje door. Maar natuurlijk was niets minder waar met AE. Schiet dan. Aap. Niet schieten, dat is slecht voor mij. Haha, zien jullie me niet, hè? Nou, dicht die dandel, hoppa. Ja, 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 die stond precies op mij gemikt. Wel heel goed dat ik dat gelijk even meepak. Oh. Oh, wat een feest, wat een feest. Kijk, hem niet al te hoog springen. Oké, oké. Even rust. Er komen geen kogels aan waar ik... Oké, alleen die fitse spinnen. Nou, die kan ik hebben. Hopla! Ja, dat, nou, dat viel me echt serieus. Alles mee. Met mijn kunde. Huh? Hajo's. Ik ben... Nee, ik wil geen hajo's. Ik ben uitgehajo'd. Dat bedoel ik. Ik ben enorm uitgehajo'd. Ik ga ze even allemaal hierheen lokken. Hajo's, komen. Ik zag geen uitweg meer. Zo, blijf hier. Goed zo. Kan ik even in... In alle rust. Zo. Nou, moeten deze gasten serieus twee lagen kapot schieten? Feestig. Hopla! Ik beuk er even doorheen. Zo, Bart. Zo doe je dat level, hè? Let je even op. Idioot. Goed. De eindbaas. Nog 16 minuten op de klok voor dit videootje. Maar dan doen we die ook gelijk even natuurlijk. Wat was dit ook alweer? Oh ja. Het zijn met die springende wormen. Ik heb Bart hiermee bezig gezien en ik heb in een deuk gelegen daarom. Ik ga het natuurlijk zelf helemaal niet beter doen. Dat zeg ik echt niet. Maar het was wel hilarisch hoor. Hoppa, dat is één dode. Wat zitten ze te bekokstoven? Ah! Even, ja, wou net zeggen. Dat voelt niet heel gezond aan. Nou heb ik het... springen. Ah, kijk. Die is dood. Dat is één. Hey, sukkel. Ja, hallo. Dan moet je toch kapot aan gaan of wat? Hoppa, dat is twee. Even die knakker gaan doen. Ho! Spring dan. Ja, dacht je mij... Dacht je mij eronder te krijgen? Oh, hij was dood geweest als ik niet was gegaan. Oh, wat zonde zeg. Oh. Oh, dat was echt zonde. Hoppa. Dat is één minder. Smerige ratten. Ah, ja, daar kan ik niks meer aan doen. Joep. Nou, deze heb je inmiddels ook wel door. Dat is de eerste. De eerste is de makkelijkste. Ja, ja, ja. Nou, ja, natuurlijk ook kapot aan, hè. Hopla, dat is één minder. Ah, zonde, want dat was er weer eentje geweest. Zondex. Joe! Haha, varken. Ho, mot ik natuurlijk niet gewoon rechtstreeks.
fidget spinners in blaffen natuurlijk. Want oh, ik loop hier wel even heen. Misschien is dat minder gevaarlok. Ik hoor ze wel, die smeerpijpen. Oh ja. Oh, hè? Ik leef nog. Niet dacht. Had ik niet dacht. Wel gebeurd. Niet dacht. Ja, jongens. Hè? Ik ben niet voor één gat te vangen. Zonde. Zonde. Doodzonde. Zonde. You. Hopla. De eerste is gewoon dom. Laten we dat voorop stellen. Is gewoon... zeg van, jezus. Wat een... Heeft hij een hersenbeschadiging wellicht? Dan moet het een voetbalsupporter zijn. Nou, denk ik. Daar gaat denk ik een of andere misselijke supporter van het een of het ander. Nou ja, ik wil natuurlijk wel de eerste natuurlijk wel even uit zijn tent lokken, hè? Hoppa. Oh! Hey Gerrit Griebus, kom eens hier. Oh ja, ja, spring maar daarheen. Dat is goed, jongen. Hoppa. Ik heb je wel door, hè? Smeerpijp. Nee, jongen, wat doe ik nou? Oh, 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 dat was een beetje dom. Dat was een beetje dom. Hopla! Hoe de minder. Hoe de fucking minder. Ah, jongen, dit moet toch te doen zijn? Eitje. Wat zaten we stom te kijken met z'n tweeën? Ho! Bijna geen tijd meer om weg te komen, joh. Als het eenmaal dat gruntje zit te bewegen daaraan. Wat zat er achter me aan trouwens? Een van de vies. Oh, jongen. Die tweede was ook al bijna kapot geweest als ik dat had gedaan. Dus ik gewoon eens blijven staan, hè? Hey, stomme donders. Spring dan. Nee! Oeh. Huh? Kan ik daar blijven op? Kan ik daar gewoon op een hoekje op blijven staan? Dat zou het heel makkelijk maken. Gaan we testen. Ja, nee, dat kan natuurlijk niet. Als hij er gek op me afkomt, dan moet ik wel wegwezen natuurlijk. Hopla, opdarren. Ja, tuurlijk. Dat zagen we natuurlijk ook wel een miljoen meer kilometer ver van tevoren aankomen. Maar ik dacht dat ik hier kon blijven staan. Nee, ik kan niet. Godmande. Ja, spring daar maar in. Dat is allemaal voetbalsupporter. Ah, daar hebben we ook al drie keer gehad. Top. Ja, ook al drie keer gehad. Top. Hopla. Ja, waarom komt er nou stront uit, jongen? Huh? Dus dat is nou geen van drieën te springen. Hoppa, opdarren. Oh, wat een level, joh, weer, hè? Dat is wel weer een leuke eindbaas. Hoppa, dat is eentje minder. Ja, dat is een keer minder. Ga maar even daarin springen. Oh, dat was ook weer een beetje te vroeg. Nee, het gaat lekker hoor. Ik vind dat hij daar ook dood aan moet gaan. Nee, dat zagen we natuurlijk ook al gebeuren. Godmande. Joe. Nou, de eerste voetbalsupporter is weg. Die anderen zijn geen voetbalsupporters, want die gaan er niet zo snel dood. Die zijn niet zo heel dom. Eens even kijken. Ja. Zonde. Ah, dit is ook stom. Dat is ook niet nodig. Nou, niks is nodig, zoals ik al eerder heb gezegd. Flottig. Dus even kijken. We hebben nog 10 minuten op de klok. Ja, dan gaan we daar even in. Oh. Nou, gek genoeg heb ik het overleefd. Ach. Nou, dit gaat nog wel een tijdje duren, ben ik bang. Nou, die eerste is, gaat inderdaad wel, maar ja, die van krijg je weer... Oh, kijk, daar gaat de tweede.
Ah, dat was ook zonde, want het, nu was het echt niet zo super moeilijk meer. Hop! Zo, die is er ook geweest. Nee, jongen. Misbaksel. Echt. Ja, nou, oké, dat gaat gewoon niet. Waarom, hè? Ik ren wel weer even naar de andere kant. Hopla. Hoe dan met me. Oh, dat was niet nodig. Nee, natuurlijk was het niet nodig. Oh, jongens. Ik haat eindbazen. Doei. Nou, zodat je aandacht trekkers. Kom eens even bij een baas hier. Kom eens even hier. Yo, ja, nee, niet op. Ik raakte ze toch niet, jongen. Wat is dit voor een collision detection? Nou, die zou er wel eens geweest kunnen zijn. Yeah. Hoi. Nou, die vindt het ook dat hij dood moet. Nou, hij springt niet. Jammer. Als deze nu springt, is het klaar met hem. Als hij nu springt, is het klaar met hem. Ja, precies. Hoe dan met hem? Zo. Nou. Dat was The Rapture. Godverdomme, 3 YouTube-delen voor nodig had. Maar dan is het wel geregeld. Ik ben verder gekomen dan ik ooit gedacht had. Laten we dat vooropstellen. Grijpt hem, Nero. Hebben hem. Oh, 0 bandages ook. Top, 0 warp zones. Ja, lekker. Hè, dit voelt goed zeg. Nou, gaan we de volgende keer weer even verder. Want, even kijken. The End. 6, The End. Kijk, even een sneak preview. Nee, dat hoef ik niet te zien. The End. Hij steekt zijn middelvinger op. De blaag. Oh, nou. Dit heeft maar 5 levels en een baasje. Gaan we volgende keer even regelen. Tot dan. Goedemiddag.